De Junior Chamber International Suriname, GCI Suriname, is vandaag in de congreshal gestart met de tweedaagse workshop Suriname Leadership Academy. Het thema van de Academy is Empowering Leadership en de hoofdtrainer is Jay Johnson, afkomstig uit de Verenigde Staten. De workshop heeft als doel het ontwikkelen van beter leiderschap. Een van de inleiders vandaag was ex-assistent secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten, Albert Ramdin. Hij is de mening toegedaan dat primus inter pares, oftewel de eerste onder zijn gelijken, een leider is. Primus inter pares betekent dat een lid van een groep dezelfde rechten heeft als alle anderen, maar toch een verhoogd aanzien heeft. Wat hier gebeurt vaak is van, er is de voorzitter of de directeur en dan de rest en die moeten luisteren tot hij een instructie geeft. Er is geen communicatie, er is geen consultatie, er is geen erkenning. Dus in die situatie zijn grappen overbodig of verboden zelfs. Twee is, die connectie is er niet, dus mensen zeggen van ik ga niks zeggen tot ik toegesproken word. Dat is geen team. Ik praat over een team waarbij er bijdragen zijn. Ik ga het voorbeeld geven van de OAS toen ik assistent-secretaris-generaal was. En op een of andere manier, ik ben erg functioneel. Dus ik kijk niet naar gender, ik kijk niet naar hoe iemand eruit ziet. Ik kijk niet uit of iemand lang, dun, zwart, whatever is. Ik werk niet zo. Ik kijk naar functionaliteit. Er is een functie en ik moet iemand hebben die het werk kan doen. Nou, vreemd genoeg, bij de OAS, in het kabinet dat ik had, mijn vier principiële adviseurs waren allemaal vrouwen. Oké? Dus om een of andere redenen, deze vrouwen konden mannen twee keer in hun zak steken. Ze hadden de kwaliteiten, zo waren ze geselecteerd. Bij toeval waren het allemaal vrouwen. Volgens JCI-nationaal president Sylvia Jacobi kunnen onze aspiraties zo groot zijn dat het soms moeilijk gaat die uit te voeren. Vaak komen ook andere emoties als angst in ons om. Maar we moeten moedig zijn, zegt ze. Moed is niet de afwezigheid van angst, maar het oordeel dat iets belangrijker is, zegt zij. Maar je moet doen. Die gedachte moet aanwezig zijn en je moet gewoon starten. Het wereldthema van GCI dit jaar is daarom ook Just Act. Gewoon naar jezelf kijken en iets doen. In Suriname zijn we een stapje verder gegaan en zeggen we, let's act through our strengths. Laten we dingen doen op basis van onze sterktes. En daarom willen we jullie motiveren. Motivatie, samenwerken, empoweren, versterken. Het brengt ons terug naar het thema. Henry was er zich dus van bewust dat hij het niet in zijn eentje kon. Een betere leider worden ga je ook niet alleen kunnen. We hebben elkaar nodig. En vandaar dat we dus vandaag hier zijn. Aldus nationaal president Sylvia Jacobi van de Junior Chamber International Suriname, JCI Suriname. De organisatie is vandaag gestart met de tweedaagse workshop Suriname Leadership Academy. De workshops worden gehouden in de congreshal.